Maar jij zou dus wel mensen of studenten in de zaal zeker adviseren meer voor radio misschien te kiezen in plaats van tv? Ja. En ik vind ook, ik geloof, kijk, dat wordt een hele andere discussie, dat radio ook met oog op de toekomst, kijk, tv gaat, dat gaat toch echt minder worden. En radio niet? Nee. Dat nou ja, ook, wordt ook wel minder, maar veel minder snel en veel minder impliciet dan de toekomst van televisie. Waarom dan? Omdat radio meer tot je komt. Daar hoef je dus niet voor te gaan zitten. Voor tv ga je dus inderdaad kinderen in bed, hutspot heb je, de pannen afgewassen. En dan ga je zitten en dan ga je vanavond lekker Temptation Island kijken, toch? Lekker. Lekker. Maar radio, dat je doet er af. En terwijl je dus die pannen al was, dan doe je even de radio aan. Muziekje aan. En voor de muziek of voor achtergronden, voor info. Ik merk het ook, 's ochtends als ik wakker word. Ik doe toch even de radio. Ik heb Spotify, Sonos, en waar playlistjes. Nou dan? En ik dan doe ik denk, nou, YouTube aan of zal ik. Maar ik doe dan toch even radio. Omdat je even een plaat wil horen. Je wil even de waan van de dag, nieuws van de dag. Je wil even bijgepraat worden. Ja. En. Het radio is ook gewoon, het kan namelijk ook op de achtergrond, het is gezellig. En daarnaast geloof ik ook nog eens dat het een soort van gidsfunctie heeft in de muziek. Want je wilt toch horen, want hoe grandioos internet ook is, tegenwoordig kan iedereen singer-songwriter met de gitaar een plaat uitbrengen. Maar je wil wel toch dat tenminste iemand zegt welke van de 1700 singles die per week uitkomen nou echt de moeite waard zijn. Want je gaat niet alle 1700 luisteren.